Goedemorgen, het is vandaag maandag. Welkom dat jullie kijken naar mijn... Welkom dat jullie kijken. Leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe weekvlog. Het is vanavond kerstavond, oh my god. En ik heb afgelopen week 3 keer een masker op gehad om dit te redden. En het is nog aardig gelukt. Oh, dit ziet er heel grappig uit. Ik heb hier mijn Snapchat open. Nu zie ik mijn eigen hand met mijn vlogcamera erboven. Wat ik wil zeggen is dat ik nog een paar dingen ga doen vandaag. Ik ga aan de slag straks nemen bij de Jumbo. Ga ik even langs. Ik heb trouwens een douche, want mijn haar, die is, dat kun je wel zien, was helemaal vettig. En nu is het weer helemaal lekker schoon. Ik heb shampoo, conditioner, zilver shampoo en een haarmasker ingedaan. Dus het is helemaal, mijn handen zijn helemaal paars. Het is helemaal mooi. Ik ga nog wat dingen doen. Ik ga een lijstje maken. Ik heb gisteren met Laurens doelen gemaakt. Want ik maak vanaf 2017 al elk jaar doelen. En dat heb ik in mijn notitie niet zo grappig om terug te zien. En ik heb alles gehaald van dit jaar. Daar ben ik zo blij mee. Behalve gezonder zijn of gezonder eten. Maar goed, hè, dat weten we nou wel. Maar verder ben ik echt trots. Ik kan even mijn doelen oplezen wat ik dit jaar heb. Oh ja, en elk jaar doe ik ook een nieuwe quote. Ik heb 2020 met Laurens. 3 jaar samen zijn. 10.000 abonnees op YouTube. 10.500 Instagram volgers. Dus 10,5k. Propedeuse halen. 2 keer in de week sporten. Geen velletjes meer buiten van mijn vingers. En gezonder, iets gezonder eten. Dus niet helemaal, maar iets gezonder eten. En dan wat ik nog wil halen dit jaar in 2019 is de Rode microfoon voor YouTube. Voor mijn camera. Dus een microfoon. En mijn quote voor dit jaar is: don't be bussy, be productive. Dus lekker werken. Let's do it. Oké, ik ga nu even. Ik heb wel een paar dingen te doen. Ik wil mijn vlog editen. Beginnen met editen. Ik ga nog foto's maken met mijn professionele camera vanavond. Met de ringlamp als ik me heb opgemaakt. Ik wil nog een logo maken voor mijn YouTube kanaal. Ik wil gewoon lekker prutsen en zo. Lekker lullen weer. Leuk dat jullie kijken. Zo, ik heb me even klaargemaakt. Ik heb mijn oorbelling van Fashion Flavor. Trui van Lily. Ketting van Fashion Flavor. Horloge van Ozo. Die heb ik van Laurens gekregen. En mijn leren broek. En mijn zwantenschoentjes. Ik ga nu vandoor. Ik ga aan de slag nemen. Hoef echt geen zin in. Maar goed, dat moet. Dus dat ga ik wel even doen. Verder, ja, even basisje opgedaan. Ik haal het straks toch weer allemaal af. Want vanavond gaan we dus uit eten met familie. Met mijn vader en dan mijn vaders kant, zeg maar. Dus dat is wel heel gezellig. En daarvoor ga ik me gewoon lekker flieken. Want het is dan kerstavond. Oh, er zit een haar in mijn mond. Dus ik ga nu vandoor. En we zullen zien. Het is niet leuk, maar ja. En daarna ga ik maar even eten. Want ik sterf van de honger. Ik heb nog even snel een mascara gehad. En een panty. Ik hoop dat die goed is. 20 dinier. En deze Rokkoutje. Even broodje eten. Mam heeft broodjes gehaald. Nee, mam. Deze zijn van de bakker, hè? Van Laplace. Ja. Of nee, hè? Huh? Dit heb je niet bij de Jumbo gehaald, toch? Jawel. Hebben ze nieuwe zakjes? Ja, denk ik. Oh. Nou, nieuwe zakjes. Oké, dit ga ik even eten. Wat had jij erop gedaan, mam? Filet. Zo, oké. Ik ga even lekker mijn broodje opeten met filet américain en multivitamine. En ik heb even wat dingen verschoven wat ik nu zondag ga doen. Want ik had zondag een vrije dag. Gewoon niks doen, zeg maar. Met Laurens waarschijnlijk, ik weet niet. Maar dat heb ik nu even iets verschoven. Ik heb hier mijn laptop. Ik heb een boekje. Ik moet hier even allemaal gegevens in gaan doen. Dat ga ik straks doen. Ik ga zo verder met mijn logo afmaken. Ik ga mijn vlog nog editen. Mijn nagels wil ik nog voor vanavond en kerst en zo lakken. En, oh ja, ik ga foto's maken met mijn camera. En daar moest ik, en ik moest nog iets doen. Nou, dat kan dus helemaal niet. Dus ik heb het even verplaatst. Niet schuldig voor de floor. Ik ga nu even lekker mijn broodje opeten. Insta-post erop zetten, want dat wou ik nog even doen. En ik heb ontslag net genomen en dat ging gewoon heel erg goed. En ze zeiden ook van, ja, stel je vindt niet ook maar goed terugkomen, zo weet je. Na een half jaar mag dat altijd. Zo, ik ben even bezig met logos ontwerpen. Ik heb al meerdere versies gemaakt. Zoiets vind ik ook vet mooi. Gewoon lekker strak, maar toch duidelijk. Maar in ieder geval, daar ben ik even mee bezig. Zo, ik heb mijn nagels gedaan. Heel mooi rood. En dan sterretje. Hier ook 2 sterren. Met glitters. Helemaal leuk. Zo, ik heb mijn ringlamp erbij gepakt. Want ik ga me zo klaarmaken voor vanavond. En ik ga zo live op Insta als ik me ga klaarmaken. Oh, ik heb een bobbel nu. Dus ik ga alles er weer afhalen en straks weer helemaal klaarmaken. En voor het eerst in mijn leven ga ik live. Dat heb ik nog nooit aan gedaan. Hoop. Maar ja, gezellig. Ik hoop dat er wel wat mensen kijken. Anders is het natuurlijk wel een beetje awkward. Dus goed, ik ga mijn make-upje even afhalen. Nou, ik ben live op Insta. Deze mensen zijn echt leuk. Ah, stuur allemaal hartjes. Yes, toppers. Yay, jullie komen allemaal mijn vlog. Hallo. Nou, groetjes. Ja, mooi. Mooi blouseje, hoe is die? Ik ben klaar met opmaken en ik laat even mijn outfit zien. Ik heb dit
hele leuke rokje aan. Leer rokje van Chiquelle. Met zak. Deze riem is van Primark. Deze glittertop kennen jullie nu wel. Die is van Lily. Die glittert heel mooi. Deze is van Fashion Flavor. Ook deze is van Fashion Flavor. Scrunchie doe ik zo af. En ik heb mijn laklaarzen aan van Boohoo. Knik. Dus dat is mijn outfitje voor vanavond. En ik ga zo even foto's maken. Oh, jezus. Ik heb mijn haar gesteld en rode lippen. Morgen wil ik mijn haar krullen. Dus dat. Hier zie je het nu al glitteren. En ik was net live op Insta en dat was super gezellig. Maar mijn mobiel moest aan de lader en hij stopte ermee. Toen dacht ik, nou ja, ik doe hem wel gewoon opladen. Dus, oké, wat? Met een heel mooi glas. Oh, het is fantastisch. Het is fantastisch. Is lekker, jongen. Iedereen. Lekker? Jaloers. Cola. Hi. En we gaan zo naar het andere restaurant en dan gaan we eten, want we hebben honger. Lekker hoor. Verder heeft iedereen de biefstuk. Jij hebt de lam, toch? Of de kalf? Hecht. De hert. Bijna Floor, bijna. Nou, eet smakelijk. Deer. Deer. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Dit is niet heet. Wow, de zon schijnt echt vol. Ik heb mijn pakje aan. Ik laat het wel even beter zien. Maar fijne feestdagen. Het is kerst en ik ga me nu klaarmaken. Eerste kerstdag. En straks gaan we een brunchje beneden. En dan gaan we naar verjaardag en dan vanavond naar mijn tante en mijn nichtje en zo. En dan gaan we daar eten. Heel erg gezellig. Gisteren was het mega gezellig ook. Ik ben helemaal verkouden van geworden, want het staat een beetje op de tocht. En ik wil mijn haar nog krullen, dus ik moet even een beetje opschieten. Me klaarmaken bij dit mooie hoekje met die lampen. Is echt super chill. Zo, en dan een hele mooie open rug. Mega mooi. Dus dit is mijn outfitje, dat wisten jullie. Zo, mijn make-up zit erop. Ik moet alleen nog mijn lippen doen, maar we gaan zo brunchen. Dus dan gaat het toch weer eten en gaat het weer af. En mijn haar krullen, maar dat doe ik dus straks. Dus ja, ik ga zo naar beneden en lekker eten. Ik heb het koud, want mijn rug is open. Het zit wel heel erg 90's, vind je niet? Nee. Nee? Is wel mooi. Oké. Okay. Nou is het hier. En we gaan zo naar Fem. Joe. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Sorry dat ik gisteren niet meer heb gefilmd. Ik vond het zo gezellig met de familie. En om dan de hele tijd mijn camera erop te houden, dat ik weet niet. Ik had er ook gewoon niet meer aan gedacht. Ik heb gisteravond nog met Laurens Home Alone gekeken toen we thuis kwamen. En het was mega gezellig. Dus dat was eerste kerstdag. Vandaag, ik ben heel erg verkouden. Ik was vannacht, werd ik de hele tijd wakker omdat ik niet kon ademen. Dus ik hoop niet dat het doorzet, want dan ga ik echt huilen. Maar het is dus tweede kerstdag en mijn krul zit echt nog vet goed in. Ik heb net uitgekamd. Ik moet zo werken, zoals je kan zien. En ik moet werken tot 3 uur, van 10 tot 3. En daarna komt Laurens hier en gaan we vanavond met mijn moeder. Laurens, ik, Britt en Jesse gaan we uit eten. Dus dan neem ik jullie sowieso even mee en dan kan ik even lekker douchen als ik thuis kom van werk. Ik ga even een ontbijtje maken en dan ga ik zo werken. Oeh, dit moet echt even weggaan. Zo, ik ben thuis van werken en het was echt super chill om te werken. Want het was niet te druk, niet te rustig. Gewoon perfect. En ja, het is zo mistig buiten nu. Oh my god, ik weet niet of je het kunt zien. Maar het miezert en het is grauw en het is koud. Dus dat. Mijn krul zit er gewoon nog in, hè. Hoe dan? Normaal zakt het dan na 5 minuten uit en dit is nog van gisteren. In ieder geval, ik ga even lekker douchen en Laurens komt er nu zo aan. En dan gaan we vanavond lekker uit eten. En ik wil mijn kamer nog opruimen, want kijk dan, wat een bende. Niet normaal. En kerst is alweer bijna voorbij. Raar, hè? Gaat zo snel. Ik heb trouwens nog helemaal niet laten zien wat ik onder de kerstboom heb gekregen. Want eigenlijk zouden we nu aan kerst doen dit jaar. Maar ik heb een DA-waardebon gekregen, super lief, van mama. En waar ik sport, een sporttop. Die is zo chill. Beetje moeilijk laten zien. Maar goed, het is echt super mooi. Heel erg lief van mama. En ik ga nu even gauw alles hier opruimen. Spelletjes doen. Gezellig. We hebben ook nog Uno. Levensweg, stapelwoord. En lekker drinken. Zijn we niet alleen maar... Nee.
Ik win altijd. Oké, let maar op. Ik win. En wie had er gewonnen? Nee, met dat spel. Ja, ik. Jij stopte ermee. Nee, ik had... ik gewonnen. Oh, moet ik tellen? Hoeveel punten had ik? 29. Jij had er 19. Met nog een beurt achter. En jij was... Ja, maar je kon niet eens een woord meer van zoveel. Dus ik had gewonnen. Nee, dat is gemeen. Dat is echt gemeen. Dat is echt niet waar. En Uno heeft hij de hele tijd gewonnen. En ik heb net weer een keer gewonnen. Voor het eerst. Maar die had ik gewonnen. Ja, echt, is wel waar. Moet ik laat briefje wel zien. Oh, lelijk licht. Nou ja, ik draag. Oh, het ziet er heel lelijk uit op beeld. Ik heb een hele leuke sweater dress aan voor Chiquelle. Deze is van Dokoto, deze jas. En deze ketting met sterren. Ja, kom. Ali en deze van Fashion. Ja, kom. Met z'n vijf achterin. Oh, ik moet nu echt gaan, jongens. Nou jongens, even een review. Is het lekker? Fantastisch. Fantastisch. Lekker man. Ja, Jesse die neemt alleen maar carpaccio. Nee, oh, dat moet je weer op. En nieuwe. Heel buffet hebben we. Met echt van alles en nog wat. Niet normaal. Toetjes. Oh. Nog helemaal rond. IJs. En daar nog allemaal dingen. Zo, ik ben thuis. Zo, ik ga even mijn make-up eraf halen. Laurens is beneden, dus we gaan lekker filmpje kijken en zo. Even genieten van de tweede kerstdag. En het was super lekker en gezellig. Echt vooral gezellig. Ik ben helemaal verkouden. Echt heel stom. Dus ik hoop dat dat gauw wegtrekt. Want ik kon er vannacht niet van slapen. Ook nog mega gezellig. Morgen zou ik de hele dag leren. En dan ga ik eind van de dag met Lisa, mijn vriendin, gaan we naar Nijverdal. Want er is allemaal sale. En dan gaan we s'avonds, want het is koopavond, gaan we shoppen en zo. En naar de Kruisvat, naar Lily, naar de DA, naar een boutique. Dus echt super gezin in. Doei! Veel plezier! Maar nu even chillen. Dus ik zie jullie morgen weer. Oh. Goedemorgen, het is donderdag. En de kerst is alweer voorbij. Dit beeld gaan jullie niet vaak meer zien. Oh, ik ga even mijn neus slaan. Het zit helemaal... verstopt. Dag 3 en mijn krullen zitten er nog steeds in. Vandaag ga ik even een paar dingen doen. Ik ga mijn kwasten schoonmaken. Ik ga even niezen. Nee, toch niet. En ik ga nog met Lisa of mijn vriendin gaan we naar Nijverdal kleding kopen en make-up kopen. Dingen kopen. Dus dat gaan we doen. En daar heb ik heel erg veel zin in. Ik voelde me gisteravond echt ziek gewoon. Ik had het zo warm. En ik heb het nog steeds best wel warm en koud. En ik ben zo verkouden. Ik snap er niks van. Ik vind het echt niet leuk. Dus ik hoop maar dat het gauw weer verdwijnt. Dus ik heb gisteravond gewoon kiwi gegeten en thee gedronken. En dat is precies wat ik nu ook ga doen. Ik wil vandaag ook nog even mijn vlog af editen. Dus ik ga gewoon wat dingen doen. En het komt helemaal goed. En ik ga even eten maken. Want het is alweer 1 uur. En ik heb honger. Ja, honger. Bolletje. Met ei en verse jus d'orange. Twee bolletjes met ei en twee biologische maiswafels met brie en thee. Dus nee, ik neem het wel even apart mee. Dus dit ga ik even opeten. Oh my god, kijk deze heksenkop. Mijn haar is helemaal ontploft. Dat ik het nat in een knot heb gedaan. Nooit doen dus. Ik ga het even fixen hoor. Ik ga wel even zo lopen. Ja, ik wil deze trui niet uitdoen. Want het is veel te koud. Echt, ik voel als een ijsklontje aan. Maar wat ik nu ga doen. Ik heb even geëdit, maar mijn muis moest aan de lader. Dus nu kan ik niks, want hij moet opladen mijn muis. Dus die ligt daar. Mijn kamer is helemaal netjes. Ja, oké, ik heb net dit erop gegooid. Maar dat komt omdat ik dit nu ga aantrekken. Ik doe mijn rode flarebroek aan. Met een witte trui met rode letters. Get off my back. I hear you. En wat ik ga doen is even klaarmaken. Want ik ga hierna mijn kwasten schoonmaken. Dat was echt een leuk idee. Want ik heb hier een rondje altijd. En opeens dacht ik, als tweede gaatje, ik ga deze doen die ik van mijn vriendin heb gekregen. Deze twee kleine... hele schattige sterretjes. Dus die ga ik even in mijn tweede gaatje doen. Zo, ik ben klaargemaakt. Ik heb even lekker een knot zo achter mijn hoofd. Ik heb geen zin om te stylen. Dus, hè?
goede oplossing. Ik ga zo vast eten, want ik ga om 4:15 heb ik afgesproken. Dus om op Nijverdal te gaan staan voor de HEMA. En daarna pas ga eten, wordt het 6:30 of zo. Of 6:45 en dan heb ik honger. Ik kan beter ervoor eten. Ik ga even dit allemaal lekker schoonmaken. Kwasten schoonmaken, alles een beetje verplaatsen, een beetje spelen. Zo, en nu ga ik de kwasten schoonmaken. En ik pak altijd gewoon zeep of shampoo of whatever. Beetje warm water. Doe ik het zo op mijn hand. En dan doe ik iets pakken. En dan zit hier shampoo en dan doe ik zo. En dan wordt het schoon. Doe je een beetje zo schoonmaken. Leuk. Zo dus. Oh, deze hand gaat nu zo hard glimmen. Want dit is een highlighter kwast. Kijk. Wow. Wow. Highlighter. En nu is die gewoon weer helemaal schoon. En dan pak ik altijd een washandje en leg ik daar alles op. En dan gaat het drogen. Dit is before. Echt heel ranzig, vooral dit. Zo, en ze zijn weer schoon. Alleen deze ga ik weggooien. Kijk, dit krijg ik niet eens meer schoon. Dat is echt erg. Want dit was mijn foundation kwast waar ik mee ging mengen. Alleen, je kent toch als je verf te lang op een kwast hebt, dan wordt het helemaal hard en dat krijg je er gewoon niet af. Dit dus. Hetzelfde geldt voor deze spons. Dit was de kleur, dit is de kleur. Ik krijg hem niet meer schoon. Deze ga ik ook weggooien, nieuwe kopen. En dit is weer schoon. Dit laat ik mooi hier even staan. En nu weet ik wat ik moet halen. Een nieuwe Real Techniek spons, maar dat wist ik al. Dus dat ga ik even op mijn lijstje zetten. Yay. Oké, nu ga ik verder met de Makeup Vanity zelf schoonmaken. Oh my god, ik heb mijn ring gevonden. Oh, ik ben blij. Weet je waar die lag? Ik til dit op. Allemaal stof. Ik dacht, ik ga het even verplaatsen en schoonmaken. Ik til hem op. Ligt hij daar onder de ding lag die. Ik heb mijn ring weer van Laurens. Oh, ik ben blij. Ik ga hem gelijk een foto sturen. Dit is echt niet oké. Okay. Weet je waar ik langs ben gegaan? Dit. Dit. Hierboven. En deze rand. Zo. En daar komt dit vanaf. Oh, dat is echt niet oké. Okay. Terwijl ik heel vaak mijn kamer schoonmaak. Vergis je niet. Ik moet laten staan als je het niet vaak schoonmaakt. Gadverdamme. Oh ja. Deze had ik in dat hoekje daar. Maar die gooi ik weg. Want deze doet het toch niet meer. Dit is al stof op. En ja, deze is al heel oud. Oh my god. Hoe perfect past die hier in mijn kamer? Wit met lichtroze. Voor maar 4,50. Als dit een goede afmeting is, ga ik echt over nadenken. Want dit is echt de perfecte stoel voor mij. En nu ga ik verder met deze ongein. Zo, ik heb nu even hier de parfumstash. Dan hier dit met een mooi flaconnetje. Spiegel, al mijn labello's. En dit ga ik vanavond nog even helemaal uitzoeken en dingen wegdoen. Want de helft draag ik niet. Stof. En ik weet nog niet of ik het zo hou. Maar ik wil het gewoon een keer wat anders. Dus ik kijk nog wel. Dit wil ik ook nog even allemaal schoonmaken. Maar dat doe ik allemaal vanavond. Deze wil ik even wegdoen. En dit is schoonmaakspul in mijn kamer. Vies doekje. Drinken, drinken. Deze kan weg. Het is 4:30. Ik ga eten. En dan ga ik. Zo. Ik ben terug. En ik ga jullie even laten zien wat ik heb gehaald. Het was echt mega gezellig. Maar ik vond het gewoon zo gezellig. Ik wou gewoon even alleen met Lisa zijn. Ik heb deze trui bij de Lily gekocht. En het is een mega mooie glittertrui. Zilver. En kijk, het lijkt hier blauw. Maar hier kun je wel goed de glitter zien. En deze was 50% korting, dus ongeveer 20 euro of zo, 22. En hij zit mega mooi. Ik kan het niet goed laten zien, maar je ziet het vanzelf in mijn vlogs voorbij komen. En dan met leuk de in de broek zo. Ding erop moet schijnen. In de sale deze gekocht. Heel leuk, ja, topje. Ik kan het niet zo goed laten zien, maar je ziet het dus vanzelf wel voorbij komen. En deze had ook 50% korting. Dus deze was maar 12 euro of zo. Ik heb maatje XS, hij is van Lofies bij Lily te koop. En deze heb ik nog gekregen, mega lief. Ik wou deze sowieso kopen, maar ik kreeg ze gewoon erbij. Ze lijken op beeldroze, maar het is zilver. Van die dikkere zilveren oorbellen. Dus dat is echt helemaal mijn ding. Voor oud en nieuw met de vriendinnen even sterren gekocht. Vonden we leuk. We hebben nog in Nijverdal bij de Tippy Tent lekker gedronken. Dat was ook zo gezellig. Dan heb ik nog van de DA-bon van mijn moeder Real Techniek spons gekocht. Want mijn is beschimmeld zoals jullie hebben gezien. En ze hadden niet per één. Dus dan dacht ik, nou, dan doen we er gelijk twee. En dan nog deze, want deze is kapot. En deze Essence lip gloss. En dan heb ik weer een nieuwe. Voor nu, ik heb mijn kwasten gewassen. Dit is mijn alledaagse bakje. En dit zijn gewone kwasten. Ik ga dit uitzoeken wat ik weg wil doen, wat niet. Mogen mijn vriendinnen dan een keer in kijken wat ik weg doe. Ik ga dit niet uitzoeken, want ik hou hier bijna alles van. En al deze laders ga ik uitzoeken. En dit. Dus dat is wat ik ga uitzoeken allemaal. Ga ik nu lekker mee prutsen. Maakt, nou ja, ik krijg niet schoner dan dit, maar goed. Ik heb in deze vak nu mijn foundation en mijn basis, zeg maar. En mijn nieuwe spons. Dit ding, zodat dit vies wordt en niet dit. Dat vond ik wel handig, want het past perfect. Hier mijn highlighters. Hier mijn bronzer, poeder en blush. Mijn wenkbrauwen en mijn... Of mijn wenkbrauw, mijn wenkbrauwproducten. En mascara, wimpervullen en eyeliner. Dat heb ik nu. Ik heb deze uit mijn dagelijkse stash gehaald. Deze primer, want ik heb nu deze van Smashbox.
Deze mascara heb ik eruit gehaald, want ik heb nu een ander. Deze concealer en deze highlight van Sleek. Zo. En nou kan dit uitgezocht worden. En bijvoorbeeld deze, die gebruik ik niet meer. Dus ik ga even allemaal dingen... Deze gebruik ik niet, deze gebruik ik niet, deze gebruik ik niet. Eigenlijk alles wat hierachter zit gebruik ik niet. Alles wat ik hier op leg, gebruik ik niet. Oh ja, deze was op. Dus die kan ook weg. Dus allemaal dingen wat ik niet gebruik, leg ik even hier op. En dan gaan dingen wat ik wel gebruik, bijvoorbeeld dit gebruik ik wel eens. Deze highlight gebruik ik wel eens. Echt dingen wat ik niet gebruik, die gaat in de niet gebruikbak hier. Oh, waarom ligt dit erin? Oké, ik moet dit dus echt even uitzoeken, hè. En hier gaan dingen in wat ik wel ga gebruiken. Dus dat ga ik even uitzoeken, zodat als vriendinnen komen kan ik zeggen... Yo, trek deze la maar open en zoek maar wat eruit. Mijn tweede la zit de make-up, wat ik niet elke dag of dagelijks gebruik, maar wel eens pak, zeg maar. Dit zijn de highlighters. Dit zijn gewoon de blush en bronzing palettes van de Ethos en zo. Heb ik hier. Dit is mijn backup bakje. In deze bak heb ik mijn... Een dikke concealer. En deze highlighter van de Primark. Maar die past hier niet bij. En nog mijn Nivea ding. Hieronder gewoon al mijn oogschaduws. Wat ik al had. En hieronder alles wat ik niet meer gebruik. Dus dat is helemaal weer netjes. Deze gaat weg voor Sleek. Ik heb hier alweer de nieuwe daarvan. Dus deze heb ik nieuw. Goed, verder ga ik dit nu even opruimen. Die laadjes daar. En dan ben ik klaar. Ga ik chillen. En dit ga ik denk ik een andere keer uitruimen. Of video maken. Ik weet niet. Dit ga ik een andere keer. Oké, laat me even weten als jullie willen dat ik dit gauw ga filmen. Om op te ruimen en uit te zoeken bij weggeefbak en zo. En dit uit ga zoeken en opruimen. En sieraden, stash en alles en nog wat. Dus let me know als jullie dat willen zien. Want dit moet ik ook even uitzoeken. Want hier zit zoveel meer bij dan alleen mijn dagelijkse dingen. Goedemorgen mensen, het is vandaag vrijdag en oh my god, zo slecht slapen. Want ik ben verkouden en keelpijn en dan echt tot de max gewoon, dat je niet kan slapen ervan. Ik werd wakker om 6 uur, dus ik heb echt weinig geslapen. Vandaag ben ik de hele dag vrij. Morgen moet ik de hele dag werken, dus ik heb voorgenomen om vandaag gewoon heel rustig aan te doen. Een beetje mijn ding te doen. Ik wil nog verder gaan met alles uitzoeken, maar ik wil nog wel proberen om een extra video op te laden. Oh ja, ik ben trouwens echt geïnfluenced. Oh my god. Oh, ik keek gisteren een video. Oh, ik zie er ook echt niet uit. Ik keek gisteren een video voor ik ging slapen, want ik kon niet slapen. En toen was er een meisje en die ik had heel veel video's gezien. En op een gegeven moment kwam ik allemaal bij nagelvideo's. Oh, ik moet mijn nagels trouwens weer lakken, want het is er allemaal weer afgechipt. Nou lijkt echt dat ik hele kleine nagels heb, maar nee, het is er gewoon half af. Maar in ieder geval, toen keek ik dat. En zei je, er stond iets met salonnagels at home. Nou, een Nederlands meisje, helemaal leuk. Dus ik ging die video kijken en toen kwam ik bij nog meer video's en nog meer video's en nog meer video's. En nu blijkt dat ik een hele manicure shit gedoe heb besteld. En je kan dus nagels... Ja, gewoon wat je bij de salon altijd laat doen. Weet je wel, van die mooie gel lak. En dat blijft 3 weken zitten. En dat is gewoon helemaal perfect. Dan heb je je nagels gewoon 3 weken perfect. Dat kun je dus zelf maken of thuis doen. Bij AliExpress had zij alles besteld. Nou, toen ging ik nog meer filmpjes kijken. En nog meer. En iedereen had dezelfde op Ali besteld. Van die dingen. Dus ik ging ook kijken. Want alles stond heel mooi in de beschrijving. Dus ik ging alles aanklikken. En in mijn wishlist zetten, zeg maar. En natuurlijk dacht ik. Oh, waarom ook niet? Dus toen heb ik het besteld. Een UV-lamp. En allemaal nagellakjes. Ik heb 3 kleuren dit. Want ik dacht, laten we even heilig beginnen. Zo'n mooi lichtroze. Zo'n, ja, ik kan niet echt uitleggen. Bruin. Paars en nog een witte. Dan heb ik nog tools. Dan heb ik nog base coat en een topcoat. Van dat speciale gel base coat en topcoat besteld. En een bak. Echt zo'n mooie plastic bak met allemaal vakjes erin. Oh my god, I love it. En in al die vakjes kunnen dus die nagels die ik ook heb besteld. En dat kun je dan zelf knippen en in vorm en helemaal leuk. Dus ik heb dat allemaal besteld in 1 keer. En dat was net zo duur. Als 1 keer je nagels doen bij het salon. Ik heb het er al uit als ik 1 keer mijn nagels doe, weet je wel. Dus ik vind het eigenlijk helemaal chill. Oh, ik vind het helemaal leuk. Het zei ik al, nou, iedereen kan met me langskomen om zijn nagels bij mij te doen. Ik ga gewoon een salon beginnen. Nee, grapje. Maar een paar vriendinnen wouden al langskomen. Ik zei, ja, is goed. Dan ga ik je nagels wel doen. Maar ik vind dat zo, zo leuk. Dus ik heb een nieuwe hobby erbij. Zo, ik heb de thumbnail gemaakt en de video's aan het inplannen. En deze kaars is op. Of nou ja, die randen, die pakken die nooit mee. Dus... Hij brandt niet meer. Dus deze vanille kaars gaat weg. Oh, en daarvoor in de plaats ga ik even een nieuwe. Gaan we doen. Die of die. Even ruiken. Grapje. Apple cinnamon. Dat is ook wel lekker. Ik ga voor apple cinnamon. Zo.
Ik heb me even omgekleed. Ik ga zo'n video opnemen dat ik dit dus ga opruimen en uitzoeken. En ik ga mijn nieuwe beauty blender gebruiken. Oh, dat is altijd zo'n pijnlijk moment. Als die schoon is en dat je dan je eerste vieze vlek erop gaat maken. Hoe leuk is deze trui trouwens? Deze is dus van Lily. Mega leuk. Deze oorbellen zijn ook van Lily. Oké, dan gaan we. Oh nee. Zo, ik heb de video geëdit en alles is weer, of geëdit, gefilmd. En alles is weer netjes, maar ik ga niet veel laten zien. Want ja, dan moet je de video even bekijken. Ik ga nu even beelden importeren en ik heb honger, maar het is nog maar 3 uur. Ik moet wel veel drinken. Ik heb de hele dag nog niet gedronken. Dat moet ik nog wel even gaan doen. Oh my god, het ziet zo clean uit. I'm so happy. Goed, ik ga even alles wat ik dus weg heb gedaan van die video, een deel ervan in dit zakje doen met trots op jou. En dan zet ik erbij voor mama en Brit. En dan mogen ze hier dingen uitzoeken en dan mogen ze hebben. Goedemorgen. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik moet weer een dagje strijden, een dagje werken. Dat gaan we doen. Ik ben kapot moe, niet te doen. Ik weet niet of je dat hoort. Dat is Ukkie. Dus ik ga even snel ontbijten. Ik moet even opschieten. Zo, ik ben thuis. En ik ga even een cv voor mijn zus maken. Dat was gevraagd via InDesign. Dan stuur ik hem zo naar op. En straks lekker kebab eten. En ik mocht eerder weg naar huis. Dus dat is echt super chill. Ik heb weer mijn trui aan. Echt heel erg, maar ik vind hem zo leuk. Lekker mijn sportlegging. Je kan het niet zien. Oh, komt omdat hij hier staat. Adidas en mijn schoentjes van Moes Wanted. Ik ga even gauw een pakket op de post doen van de winactie. Die een meisje heeft gewonnen, dus die ga ik even op de post doen. Ik ga nu onderweg. Ik hoop niet dat het regent en we gaan straks naar Lisa en Lisa komt zo bij mij. Ik heb 2 vriendinnen die Lisa heten. Vandaar de verwarring. Oké, ik loop nu naar buiten. Oh, het is mega donker, joh, het regent. Ik loop hier met mijn pakketje. Even naar de Jumbo. Oeh, doe ik hem op de post. Nou, groetjes. Goedemorgen. Het is zaterdag en het was mega gezellig gisteren. Ja, ik heb lekker uitgeslapen. Het is alweer 11:15. Ik ben nog wel lang wakker hoor. Ik denk dat ik 10 uur wakker was. En ik heb lekker films gekeken. En gisteravond ben ik begonnen met het ontwerpen van mijn visitekaartje. En ik heb hem zo goed als af. Dus dat leek me wel leuk om dan nog een keer te laten drukken. Voor nu ga ik me even omkleden. En dan ga ik zo naar Laurens. En vanavond gaan we naar papa en gaan we daar gezellig eten. Dat is de planning voor vandaag. Zo, ik ga me eventjes klaarmaken. Maar ik zat opeens te denken. Morgen is het alweer oudjaarsdag. Nou, morgen moet ik eerst werken en daarna ga ik naar familie. En daarna ga ik door naar vriendinnen. En dan gaan we uit. Maar ik ga vrijdag tot met zondag naar Londen. Dus als jullie dit zien, ben ik in Londen. En kom ik vanavond alweer terug, zondagavond. Maar ik heb dus nagedacht en volgende week ga ik niet weekvloggen. Er komt een andere video online. 12 januari zou anders een weekvlog online komen. Die komt niet online, omdat ik dus volgende week naar Londen ga. Daarvoor in de plaats komt er een andere gewone video online op zondag. Dus geen weekvlog, maar gewoon een andere video. Dus je merkt er eigenlijk niks van. Maar waarom ga ik dan niet weekvloggen? Want je denkt, goh, je gaat naar Londen gaan vloggen. Precies, daarom ga ik niet weekvloggen. Omdat ik gewone losse vlogs ga maken. Gewoon 2 Londen vlogs, want ik ga er vrijdag heen, zaterdag heen en zondag heen. Oh, 3 losse gewone vlogs. Dus er komen nog allemaal extra uploads aan. 3 Londen vlogs. Pashockey shop vlog in Londen. En al dat soort ongein. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. En ik kan ook nog wel een video maken met wat ik heb gekocht in Londen. Zo'n video. Een soort shoplog. Dus er komen nog allemaal extra uploads aan. En daarom heb ik niet gekozen om te gaan weekvloggen. Omdat ik het leuker vind om dan dagelijks te vloggen. Omdat je dan gewoon meer ziet. Dus een en al leuk. Dat wou ik nog even zeggen, zodat het duidelijk is. Ik ga me nu even klaarmaken. Ik heb trouwens precies hetzelfde outfitje aan als gisteren. Deze trui van Lily met mijn legging van Adidas. Want ik ga toch niks boeiends doen. Ik vind het gewoon lekker. En dan maakt het toch nog een beetje, ja, feestelijk of zo. Glitters, ik weet het niet. Ik vind het leuk. Ik ga wel even opmaken een beetje, want daar heb ik zin in. En ik moet mijn wenkbrauwen epileren. Ik heb echt zin om die Londen vlogs op te nemen en om überhaupt naar Londen te gaan. Dus dat wordt helemaal geweldig. Maar aangezien ik niet ga weekvloggen en maandag het oud en nieuw is, zien jullie dat ook niet. Dus dat leek me wel stom, want dat is leuk, weet je. Maar ik ga wel proberen gewoon met mijn mobiel nog wat filmpjes te maken. Gewoon met vuurwerk en dat soort dingen. Dus als ik dat doe, dan zie je dat hierna nog in beeld. Aan het eind van deze vlog. Ja, ik wens jullie alvast hele fijne 2019. Zo, ik heb even alleen wenkbrauwen gecreëerd. En eigenlijk verder alleen niks. Een beetje concealer. Want ja,
Dan gaat het toch weer allemaal af. Ik ga niks boeiends doen. Heb ik ook even geen zin in. Morgen ga ik me lekker vlieken. Dus dan komt het weer goed. Ik ga nu naar Laurens fietsen. En er wordt al heel veel vuurwerk afgestoken. En dat vind ik niet leuk. 50. Als hij niet doet. Zo beter? Nee. Zo beter. We zijn allemaal niet met 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 18. 17. Je bent te laat.